OBS De Flint in Gravenburg gaat vanaf nu door het leven als de Phoenix. Phoenix staat voor uit de as herrezen. De Flint kwam vorig jaar oktober in het nieuws omdat het schoolgebouw door een brand compleet werd verwoest. Ook is de vestiging Gravenburg vanaf augustus verder gegaan als zelfstandige school vanwege een sterke toename van het aantal leerlingen. Reden genoeg om de school een nieuwe naam te geven. Dat werd gedaan door een verkiezing. We hadden inmiddels een groepje mensen geformeerd van ouders en meesters en juffen en ikzelf was er ook bij. En hebben we een top 5 gemaakt om te kijken van nou, welke namen zijn nou het mooiste en wat komt heel vaak voor. En toen bleek eigenlijk dat de Phoenix bijna bij iedereen al wel op 1 stond. Dus toen waren we er al heel snel uit en toen zeiden we nou, het wordt de Phoenix. De brand van vorig jaar heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bedenken van de naam. We hebben veel rekening gehouden met de brand, maar ook heel nadrukkelijk wel een link naar het opgroeien van kinderen. En de prachtige symboliek van zo'n mooi verhaal, wat natuurlijk inderdaad symbool staat voor een hele metafoor is voor opgroeien en weer sterker tevoorschijn komen. Dat is wel wat we in de toekomst vooral voor het voetlicht zullen brengen. De leerlingen zijn in ieder geval erg enthousiast over de nieuwe naam van hun school. Verwacht wordt dat de kinderen straks zonder angst naar hun nieuwe school zullen gaan. Dat zal er zeker toe bijdragen. En daarbij hebben we inderdaad ook wel ruim aandacht aan besteed aan de veiligheid van het gebouw. En dat inderdaad een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest. Dat het echt een uitzondering is geweest dat je zoiets moet meemaken. Maar zeker straks, als wij in februari weer gaan verhuizen naar het nieuwe gebouw, dan besteden we daar ook veel zorg aan. Dat kinderen op een goede manier weer uit dit gebouw verhuizen naar het nieuwe gebouw en dat ze zich daar goed zullen voelen. De leerlingen krijgen nu les in een noodgebouw, maar ze gaan vanaf februari naar de nieuwe school.